Suriname en de IDB hebben gisteren twee leningsovereenkomsten getekend. De eerste overeenkomst betreft de begrotingssteunovereenkomst Fiscal Sustainability Program for Economic Development van $50 miljoen. De tweede overeenkomst is Label Market Alignment with New Industries voor $10 miljoen. Bij de eerste lening wordt door de IDB begrotingssteun verstrekt ten behoeve van het IMF-programma. Het doel is te komen tot een duurzaam fiscaal beleid en economische groei. De tweede overeenkomst die is getekend betreft het op lijn brengen van de arbeidsmarkt met nieuwe industrieën. Dit project heeft tot doel om de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen, mede gebaseerd op onze toekomstige groeisectoren. Ambtenaren van Ikeri hebben de mogelijkheid om zich fysiek te registreren met beide handen aangegrepen. Meer dan driekwart van het aantal landsdienaren in het district heeft zich laten registreren. Dit konden zij doen omdat het ministerie van BISA de mobiele unit van de verplichte landsdienarenregistratie naar het westen heeft gedirigeerd om ambtenaren die zich nog niet hebben kunnen registreren tegemoet te komen. BISA-minister Bronto Somohadjo reisde dinsdag 8 november speciaal hiervoor af naar Nikeri om de ambtenaren een hart onder de riem te steken. Medewerkers van de dependance Brokopondo van het ministerie van Economische Zaken hebben in samenwerking met bestuursambtenaren van het commissariaat Brokopondo controlewerkzaamheden uitgevoerd in de winkels in het district. Er zijn in totaal 18 winkels aangedaan. Tijdens de controle zijn er producten op de schappen aangetroffen waarvan de vervaldatum reeds waren verstreken. Deze producten zijn op last van EZ van de schappen gehaald en ter plaatse vernietigd door de winkeliers.